Oké, okay, race 401, 9 is weg. Tim Goossens, Mats van Dinter, Stefanos, Camille Vreumer en Nick Meijering. Wie gaat er als eerste straks hier voorbij komen? We kunnen misschien zien wie er als eerste achter de kantine verdwijnt. Schoenen zit op 33 als eerste achter de kantine verdwijnen. Tim Goossens van de Super Duper Maibo Team. Inmiddels komen ze weer tevoorschijn. Nog steeds nummer 33 voorop. Dus nog steeds in de leading position. Dan zien we daarachter komen. Nummer 37. Max van Dinter. Van onze fietsvrienden uit Milan. Op de derde plaats. 200 nummer. Stefanos. En als vierde nummer 205. Camille Burner. Van de Wieners Wiegen. En in deze race geldt ook de eerste vier posities. Schuiven door naar de halve finale. Is 400 en 12. Wie ligt er voorop? We zien startbord 41. Kasper Kroos op de fourth position. Op de eerste plek. Gewoon door. 238. Dat is voor de Frederlands. Dan zien we 208 op de derde plek. Kiro van Schijndel. En wie is op die belangrijke stijl? Vierde plek. De eerste vier voor de halve finale. Dat is 664. Heel goed. Van de eerste vier uit de Schijndel. Pieter van Lansen aankomen. Stuurval 13 van het Van BMX team op de eerste plaats. Gevolgd door 261. Corné Hoogakker. En op de derde plek zien we een van onze dames, Maureen Struik. En hier is er op de vierde plaats in deze race. Dat is 397. 416. Wie komt als eerste hier aangescheurd? Dat is 1-5. De volle door, 251. Nummer 3, 256. Goed zo, Carlos van Hees. En de belangrijkste vierde plek, de eerste vier mogen door, is 396. En 396 staat voor Bach Arianse en de Flying Devils Maarder. Deze vier gaan door, halve finale. Dan zit het middels komen, Voice of 16. Wie zit er voor? Blokken, blokken, jongen! Look, look uit, fit, ja. 151, Koen Nouwen neemt er even over. Die zet er daar even een schreeuwtje in, die voorlaatse bord. Kan Koen dat volhouden? Yes! 159 is Lero van Hassel, tweede plek, 357, derde plek is...